We zijn al op dag 2 van actie Waterkracht. Ik praat je bij in deze nieuwe waterupdate. Met actie Waterkracht drinken we 1 week alleen maar water. En als je meedoet, dan heb je de eerste dag al overleefd. Dus die is in de pocket. De vraag is, hoe heb je dat ervaren? Daar zijn we benieuwd naar, dus laat hieronder eventjes weten hoe het ging, of je koffie mist of je thee mist. Nou, uit het hele land doen er mensen mee en ze delen de meest bijzondere verhalen. Zo ook Hans. Hans heeft ons een berichtje gestuurd en hij zegt, omdat ik zelf in Afrika gezien heb hoeveel moeite vooral vrouwen en kinderen hebben, dat ze kilometers moeten lopen om aan drinkwater te komen, wil ik meedoen. En wat een verbetering heb ik daar gezien als er een waterpomp is. Dus hij supportte de actie met deze reden. Nou Hans, daar zijn we heel erg blij mee. En Aniek is downtown in Almere geweest om de mensen zelf te laten ervaren hoe het is om te moeten sjouwen met zo'n grote, zware jerrycan. En hoe het is om te moeten lopen voor je water. Dan gaan we even naar kijken. 7 kilometer met deze lopen. Mag hij een stukje met u mee? Van haar wel. Ja? Werd ik ervoor betaald om een stukje mee? Nee. Nee, dat helaas niet. Okay. Nou, top. We moeten naar de Febo. Dat is daar. Oh, je gaat lekker wat bij de Febo eten. Nee, dat niet. Dan gaan we weer naar de volgende mensen. Oh, oké. Okay. Ja? Super. Als je dat zo moet tillen, dat... Ja? Het is echt heel zwaar, ja. Hij is 15 kilo. Nou, dat til ik niet meer. Nee. Wow, oh, nou ja. Kou wel. Is het te doen? Het is te doen. A few moments later. In Mozambique staan verschillende watertorens van Dorcas. En onze landendirecteur Florencio, die heeft een boodschap voor je. It is the week for action water power in the Netherlands. Dorcas campaign is to encourage everyone the relevance of water. There's no water, there's no life. So, this system is one of the examples that reflects God's will in people, and Dorcas is there to support that. I want to pray that the water power campaign is a successful campaign so that more systems like this can be built. Thank you and bless you. Mooi om het enthousiasme van Florencio te zien. En het is ook goed, zeker op deze dag, deze zondag, om te bidden voor deze actie en voor alle mensen die tekort hebben aan schoon drinkwater. En ook in de Bijbel staat dat we mensen in nood niet moeten vergeten. Ik wil vandaag even bij je stilstaan bij Psalm 82, vers 3. En daar staat, doe recht aan de weerlozen en de wezen en kom op voor de verdrukte en de zwakken. Heb je nou vragen deze week over de actie en over wat Dorcas nou precies doet en waar we dat doen, want dat zijn nogal in wat landen. Dan gaan we het voor je vragen in het buitenland. Dus dat is of in Jemen of in Irak of in Mozambique, Kenia, een van die landen, Ethiopië. Nou, mocht je vragen hebben, drop ze hieronder of stuur ons een DM en dan gaan we het beantwoorden. Morgen dag 3 en dan houden we je weer op de hoogte van een nieuwe waterupdate. Tot dan!